Yo gasten, en welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal van Fish. En vandaag weer Road to Life Infected DNA Bomb. En we spelen vandaag op Solar. Nou, die krijgen we natuurlijk wel vaker. Zoals jullie weten vind ik dat wel een fijne map. En hopelijk krijgen we dan ook een beetje een chill wapen mee te spelen. Als jullie de vorige aflevering nog niet hebben gezien. De vorige afleveringen kwamen we best wel ver. De laatste keer kwamen we behoorlijk ver. Toen waren we echt super dicht bij de DNA Bomb. En ik zag ook wat comments voorbij komen. Eens zei van ja, als je nog even door was blijven springen. Dat je het zeker wel kunnen halen. Zoiets zei hij. Dus ik zeg het nu natuurlijk niet perfect na. Misschien was jouw comment, dan weet je natuurlijk wat je zelf hebt gezegd. Maar het is voor mij ook een week geleden dat ik het gelezen heb. Dus het spijt me, of iets meer dan een week. We zijn deze week een beetje laat met de aflevering. Dat had ermee te maken dat mijn Sony Vegas niet meewerkte na een update. Heel fijn natuurlijk. Doe je een update en dan werkt het niet meer. Dat is natuurlijk altijd fijn. Maar ja, het is dus niet Fish's schuld. Het is dus mijn schuld. Blame it on me. En ja, we gaan gewoon vandaag proberen weer die DNA bom te halen. Zoals elke aflevering natuurlijk. En ik had even een kort vraagje aan het begin van deze aflevering. Om even gewoon de tijd op te vullen. Want in het begin is het altijd een gezeik. Want je moet altijd wachten. Dat schiet niet op. Want die mensen gaan maar niet dood. En iedereen kent het wel. Van de laatste aflevering natuurlijk. Vergeet trouwens ook even niet een duimpje te droppen. Dat zou ook heel nice zijn. Laten we een keer gewoon voor een gek getal aan duimpjes gaan. Weet je? Gewoon één keer. Gewoon een gek getal aan duimpjes. Jullie hoeven gewoon de volgende video geen duimpjes te geven. Probeer gewoon deze video gewoon extra veel duimpjes te geven. Kijk, weet je? Waarom niet? Het duurt gewoon zo kort om dat duimpje in te drukken. Al doe je het niet voor mij, doe het dan in ieder geval voor Fish. En ik weet zeker, gewoon als je nu een duimpje geeft. En we krijgen heel veel duimpjes. En we hebben nu al heel veel duimpjes op het moment dat jij dit kijkt. Dat we dan meer kans maken om een DNA bom. Denk ik echt. Dat is natuurlijk echt de grootste bullshit ever, maar... Wie weet werkt het, weet je? Probeer het. Nooit geschoten is altijd mis. Toch? Dus waarom gaan ze nou allemaal daarheen? Wat om mijn goden. Ik sta hier gewoon open en bloot. En dan nog komt er niemand naar mij toe. Heel fijn. Ga je eens even dood. Hopelijk komt er geen één aan mijn zijkant. Dan word ik helemaal naar... Kap thuis even mij. Nee. Team Streaky. Ik had dus een vraag. Jullie begrijpen wel, die vraag gaat nog even duren. Want ik zit even op een lekker streaky. Lekker streaky. Hey, valsspeler. Wat heb ik nou gezegd? Niet daar zou komen. Hey. Was ik bijna dood. Dat die gast. Ga eens even dood. Oh man. Ik ben de shark mensen. Holy shit. Ah, ik wist het. Ik zat daar zo klem, hè. En ik wou niet hoger springen. Of hij wou niet hoger springen. Stom spel. Nou, in ieder geval. We waren als ene laatste over. 14 kills. Alsnog wel lekker. Maar ja, ik had hem graag gehad. Maar laten we nu overgaan op de vraag. Want dat wou ik dus eigenlijk gaan vertellen. Totdat het opeens lekker ging. Totdat deze gast die hier zo kwam het weer moest verpesten. De vraag was dus. Hebben jullie wel eens een MOAB, een campsite, een DNA bom of... Nee, bij MB2 was geen infected, toch? Ik kan me niet herinneren. Maar daar heb ik in ieder geval op gespeeld. Volgens mij zat het daar niet bij. Maar hebben jullie dat wel eens gehad op infected? Zo ja, laat me weten hoe vaak. Want ik vraag me gewoon echt af hoe vaak mensen dat hebben gehaald. Want ik zag wel mensen in de comments voorbij komen van... Ja, ik heb het wel eens gehaald en zo. Maar toch ook weer niet zo heel veel. En ik kan jullie vertellen dat ik natuurlijk... Ik had al, zeg maar, in het begin van deze serie verteld van... Ja, de eerste prestige, weet je wel. Dus de allereerste... Of... De prestige. What the fuck, waar hou ik nou prestige weer van? De allereerste keer dat ik, zeg maar... Road to Life Infected DNA speelde. Dat was... Of... Wat, nee, Campstrike. Dat was de eerste keer dat ik probeerde. Haalde ik hem in 4 of 5 keer of 6 keer zoiets. Volgens mij 4 keer. Dus dat was dan zeg maar gewoon op de vorige Call of Duty natuurlijk. En dat had ik in een serie op mijn eigen kanaal gedaan. Die video is niet meer online. Maar ja, ook een keer heb ik Road to Life Infected MOAB gedaan. En toen had ik hem de eerste keer. Maar nou moet ik zeggen dat we hier toch wel iets meer struggles hebben op het moment. Want het gaat nou niet zo heel makkelijk op deze game. Omdat we elke keer shitwapens krijgen. Maar gelukkig hebben ze dat geüpdate. Je ziet ook meteen na die update wordt het al een stuk makkelijker. Maar ik kap nu met lullen. En... ja, jullie zien me zo terug als we in de volgende lobby zitten. Tot zometeen.
Oké, nou we hebben weer geluk. We spelen op een van mijn least favorite maps. Dus ja, gewoon een van de maps die ik gewoon zwaar piep vind. Ik denk dat dit toch wel, zeg maar, samen met... hoe heet die lelijke groene map? Instinct. Toch wel een van mijn minst favoriete maps zijn, die twee. Het zijn gewoon vreselijke maps. Je wil ze ook gewoon niet spelen. Het zijn gewoon rot maps. Ze zijn gewoon lelijk. Er zijn veel te veel glitches op deze maps ook. Maar in ieder geval, we gaan het gewoon proberen te halen. Ik kan me herinneren dat we één keer op deze map heel dichtbij zijn geweest. Dus de regel met duimpjes geldt natuurlijk nog steeds. Dat het kan helpen dat we opeens... Gast, ik ben achter je. Maloon. Je jat me kill, man. Want ik liep gewoon achter hem en hij zag me niet eens. Zelfs toen ik schoot draaide hij niet om. Het is een lekker begin. Maar dit gaat heel lastig worden. Toen zei ik ook al van... Ja... Je wil nou niet echt met een shotgun zitten op zo'n lange grote map. Dat is niet echt fijn. Maar ja, helaas zitten we dat dus wel. Voor de mensen die trouwens niet weten. Laten we maar meteen zelf reclame maken, want dat is altijd lekker. Nee, maar zonder gekheid. Voor de mensen die mijn video's, ik kan wel zeggen video's, maar ja, ik upload op dit moment niks. Voor de mensen die mijn streams nog niet hebben gezien, check even de beschrijving. Ik heb al wat mensen gezien die via Fish zijn overgekomen. Die mensen wil ik natuurlijk super erg bedanken. Bedankt voor de steun op Twitch en shit. En ja, ook fijn om te horen dat toch wel de mensen die zeg maar blijven hangen. Er zijn altijd mensen die komen naar je stream, die peren hem weer even later. Maar het zijn ook altijd wel mensen die toch wel, die je toch wel vaker voorbij zien komen. En die mensen wil ik zeker gewoon bedanken. Ook de mensen die bijvoorbeeld één keer per week kijken omdat ze het gewoon druk met school hebben of dat soort shit. Die mensen wil ik ook gewoon bedanken. Kom je één keer per drie weken. Dan ben je echt een verschrikkelijke lul. Nee, dat is natuurlijk onzin. Gewoon elke follow, elke kijker helpt gewoon altijd natuurlijk. En ja, check het dus gewoon even. En als je dus al kijkt, bedankt voor de steun. Heel erg bedankt. Oké, beter. Oké. Nou, dat was wel een... wow, een aardig beginnetje. Ga ik bijna dood. Lekker man, die twee sensitivity. En ik hoor gewoon al iemand gewoon in mijn hoofd vragen van... Maar waarom speel je dan op twee sensitivity? Nou, mijn beste vriend. Dit is echt, begint echt een insane droog video te worden als ik zo blijf doorgaan. Nee, maar de reden dat ik op een twee sensitivity speel... Dat klinkt voor sommigen misschien heel raar, want sommigen speel je echt op 10... 50 sensitivity, 100 sensitivity, wat er ook allemaal is. Op elke volgende Call of Duty heb je gewoon 300 sensitivities. Want ja, iedereen wil natuurlijk echt zijn perfecte sensitivity spelen. En niemand gaat natuurlijk op standaard 2 spelen. Nee, maar de reden dat ik met deze sensitivity speel, is omdat het gewoon het beste is om te aimen. En daar kan je heel moeilijk over doen, maar het is gewoon het beste om te aimen. Waar gewoon het gemiddelde, zeg maar, van pro-spelers, zeg maar, de mensen die er echt... dikke monies mee maken. Die spelen gewoon tussen de... laten we zeggen de... 2 en de 5, zoiets. 5 komt eigenlijk al nooit voor. Maar zoiets. En dat is ook gewoon het beste, het fijnste om te aimen. Probeer maar gewoon uit. Als jij op een hoog sensitivity speelt, dan loop je gewoon echt soms... als een schelebraande map door. Jezus Christus. Zoals die gast bijvoorbeeld. Die loopt gewoon langs mij heen, ziet me niet eens. Interesseert hem ook niet zoveel, want hij komt niet eens meer terug. Dat is best apart. Maar... ja, het maakt het gewoon veel makkelijker om gewoon te aimen. Probeer het gewoon even uit. 3 sensitivity speel ik ook vaak op. Ik switch altijd een beetje tussen de 2 en de 3. Hangt ook een beetje van mijn bui af. De ene keer speel ik beter op 2, de andere keer op 3. Ja, weet je, dat hangt er gewoon, zoals ik al zei, een beetje vanaf. De ene speelt beter op 3. Waar de fuck kom jij nou weer opeens vandaan? De andere speelt beter op 5, ja. Maar 10 dat gaat gewoon te ver. Dat heb je gewoon niks aan. Eerder altijd van die mensen die stoer kwamen doen. Man, ik speel op 10 sensitivity. Jij speelt op 3 sensitivity. Je bent slecht. En ik dacht altijd van... man, je bent zelf een dikke noob. Gewoon iedereen die gewoon echt een beetje verstand van heeft. Die snapt dat gewoon. En dan altijd van die gasten denken van... man, ik speel 15 sensitivity. Dat is veel beter. Want hoe sneller, hoe hoger, hoe beter. Nou, please. Please stop. Maar, even zonder gekheid. Het gaat wel, toch wel redelijk lekker hier zo. We zitten hier gewoon een beetje chillen in de hoek. Want niemand komt hier op de een of andere manier. Dus dan zit niet veel gang in. Daarentegen staan we wel gewoon eerste.
Komt er nog iemand of wat? Of heeft niemand een idee waar ik zit ofzo? Hallo? Wauw. Dit gewoon. Gewoon precies dit. Waar is iedereen? Er zitten maar 4 enemies tegen me. Iedereen is hem gewoon gepeerd. Ik dacht al, wat de fuck is dit man? Er is gewoon helemaal niemand. Laten we naar onze vrienden toe gaan aan de andere kant van de map. Across the map. Hop. We gaan ze even doodje. Oké, nou. We zitten redelijk op schema. We moeten ook weer niet overdrijven. Dat is nog echt behoorlijk ver te gaan, zeg maar. Oh man. De teammate was slecht. Werd gewoon gerekt daar zo. Get wrecked, baby. Kom op, dood. Hop. Ik heb gewoon echt het gevoel alsof dit niet goed gaat aflopen. Als iedereen blijft leaven en alles, dan wordt dit gewoon helemaal niks. Dat maakt het gewoon extra lastig gewoon. 15 streaky. Dat is even lekker. Fuck! Wat? Man, wat naïef je mij nou? Mijn teammate stond naast je. Nou, shit. 15 streak. Gewoon een 15 en 14 streak. Nou, het is dan niet mega slecht. Goede. Waarom is deze gast niet dood? Nou, ik wou zeggen, nu wel. Maar, nee, helaas. Zo werkt dat niet. Laten we het dan even snel nog afmaken. Ja, mijn kill. Vertel nou niet. Hoe was hij niet dood? Hoe was die gast... Was die gast nou echt niet dood? Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval... Bedankt voor het kijken naar deze video. We zaten dit keer een stuk verder vanaf als de vorige 2 afleveringen, moet ik zeggen. Maar de vorige 2 afleveringen hadden wel gewoon 1 goede streak. Nu zaten we 2 keer, zeg maar, op wel een goede streak. Maar de vorige keer wel bijna dubbel zoveel. Zoiets. Nou, niet dubbel zoveel, anders hadden we natuurlijk de DNA gehaald. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Drop even een duimpje. Dinsdag komt er weer een nieuwe aflevering van deze serie online. Dus hopelijk vinden jullie het een beetje leuk. Hopelijk hebben jullie dat duimpje ingetrapt. Laten we die Advanced Supply Drop openen. Ik weet altijd dat mensen dat leuk vinden, dus dat gaan we gewoon doen. We gaan niet de naaibal spelen. We gaan gewoon even het Supply Dropje openmaken. Beter geven jullie me echt een Nigeriaans armor. Man, dat wou ik echt zo graag hebben. Nee, maar ja, ik moet ook niet zeiken de laatste tijd. Zit de luck aan mijn zijde, om het zo te zeggen. Ik heb gewoon de Obsidian Steed uit een supply dropje gekregen. Afgelopen zaterdag tijdens de stream. Was super nice. Was ik echt super blij mee, want ik had hem ook al op de PlayStation. En ja, willen jullie me nou toevoegen, kan gewoon RusherNL op Xbox One. Of Xbox 360 kan natuurlijk ook. En RusherNVO op de PlayStation 4. Dus voeg me gewoon toe. Ik speel altijd met followers en noem maar op tijdens de streams. En je kan me ook eventueel op Twitter vragen. Als jullie me gewoon online zien, kan ik meedoen. Vraag het gewoon. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Laat het zo, peace. En tot de volgende keer. Later. Yo, en wil je nou meer afleveringen zien? Spam het dan in de comments. En tot de volgende keer. Later. Peace.